Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Foden neemt hem ineens. Ja, dat was technisch moeilijk. Maar dat was wel de manier waarop hij dat moest doen met Mechelen in de rug. En een corner kan het altijd natuurlijk. Iedereen bij City terug in de eigen box. Ruud Vormer trapt hem. En Sobol. Ja, zoals hij dat vaker heeft gescoord. Maar het kon niet ineens. En het is een mislukte volley. Dan is er weer netjes uitgevoetbald. Bernardo Silva. De ruimte bij Grealish. Mata moet er naartoe. Steun van Cancelo. Daar is hij. Opletten voor het schot. Kan het ook met links. En die bal caprioleert. Tweede paal. Gundogan in het zijn het. Hij claimt een corner, maar hij krijgt hem niet. Nu dat brengt wel wat leven in de brouwerij. Weer een goede paas voor Foden nu. En Mignolet. Een hand er tegen. Opgepikt Mahrez. Gaat dribbelen. Kan nu weer openen. Kijk, daar is Cancelo weer. En nu de goal van Foden. Toch 1-0 voor City. Ja, dat kon niet blijven duren op deze manier. Dat hebben ze toch geweldig uitgespeeld. En Mignolet, moedeloos. Al dat keeperswerk dient voor niets. Nee, ze bleven komen. En ze kwamen van overal. Drie kansen kort naar elkaar. Niet te stoppen op deze manier. En de manier ook waarop Mahrez dat doelpunt nog voorbereidde. Wel nog even checken of er geen buitenspel is. Hier in elk geval niet. Hans van Aken, balletje meegeven met Ruud Vormer. De Ketelaren kiest positie. Ja, kan afleggen van Aken. En daar moet Ederson redden. En de Ketelaren en de on-goal. Ja, kijk eens aan. De on-goal via Stones en de gelijkmaker voor Club Brugge. Alsjeblieft, 17 minuten ver. En van Aken deed het al uitstekend. En daar zat Ederson nog tussen. En dan een beetje pech voor City, maar dat is lekker. Zomaar ineens staat Club Brugge langs zijn. Stones denkt, dan mag ik een keer spelen. En dan overkomt mij dit, want daar kan hij echt niet aan doen natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Dat is van heel kort bij. De Ketelaren snijdt hem aan. Henry kopt. Ja, het is toch een kopballetje tussen de palen. En Cancelo speelt de slap in. Daar zit Henry weer tussen. En je proeft toch in het stadion dat ze wat nerveus worden. Niet tevreden zijn de Ketelaren. Een schietkans. Oh, Ederson pakt hem. Grealish nu wel. Dit is gevaarlijk. Mahrez en Mignolet redt. Ja, dat was nodig. Geen buitenspel hoor. Grealish met Foden. Cancelo met een schietkans. Dat scheelt niet veel. Aangeraakt nog. Zou dat kunnen? Cancelo. Daar zijn ze met z'n tweeën. En ze hinderen elkaar denk ik een beetje. En Stones en Laporte. Daar gaat Charles de Ketelaar aannemen. Is goed. En oh, ernaast. Dat is nu wel de goal. Mahrez helemaal vrij. En toch 2-1. Mooi gedaan, dat zei zeker wel. Ja, nog in dezelfde minuut van de kans van de Ketelaar. Dit is prachtig gevoetbald. Gundogan, oh la la. Het is toch formidabel gevoetbald. Ja. Sterling met 3-1. Dat heet dan helemaal uitgespeeld worden. Daar kan je weinig tegen beginnen. En Van Aken. Kan hij nog een zesde maken? Nee, ze gooien zich er toch met z'n tweeën voor. Zinchenko blokt af. Stones was er ook bij.
Dan is dat prima gedaan en zeker in deze groep. Cancelo neemt hem nog eens mee. Jesus. En dat is dan zonde dat er toch nog één invliegt. Mignolet had het al een paar keer voorkomen. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.